Pakweg de eerste week vroeg Dragic mij aan het drumles. Wel sindsdien hebben we een goede band opgebouwd. Hij is sowieso heel erg getalenteerd in drummen. Hij heeft heel goede motoriek. Hij vindt het fantastisch om te drummen. En het is een goede afleiding voor hem. Ik kan op deze manier leert hij mij beter kennen. Ik leer hem beter kennen. Hij voelt zich inmiddels ook heel erg vertrouwd met deze workshop sessies. Kinderen als Dragica hier in Srebrenica zijn groeien op in een geïsoleerde omgeving. Er is heel weinig creatieve prikkeling. Er is eigenlijk geen creatieve prikkeling. De situaties vaak thuis zijn moeilijk. Ze hebben eigenlijk iets nodig om zich te kunnen uiten. Door middel van deze workshop sessies, door middel van deze drumlessen, kan ik werken aan. Ja, heeft hij in ieder geval een manier om zich te uiten, om zijn emoties te tonen. Ik leer hem eigenlijk te laten zien waar hij heel erg goed in is. Daarnaast heeft hij een hele leuke tijd op deze manier en kan hij zijn omgeving voor enig moment vergeten. Belangrijk is dat hij ziet en merkt dat hij talenten heeft en dat hij die mag laten tonen. En daarnaast is het voor een kind als Dragica, die toch op zijn manier extravert is, een goede manier om te leren hoe je je kunt concentreren op bijvoorbeeld langzame ritmes. Dus het was in het begin heel moeilijk voor hem om zich daarop te focussen, om langzaam te kunnen drummen of in een ritme te blijven, niet sneller te gaan en dergelijke. Zich zelf te kunnen beheersen. En dat gaat steeds beter, dat gaat al heel erg goed. Maar ik weet zeker dat we de komende tijd die zich daar de komende tijd nog heel erg in kan ontwikkelen. Dat stukje zelfvertrouwen dat ik hem kan geven, daardoor ligt hij wellicht hoe hij zich in deze omgeving, in deze maatschappij kan opstellen. Dat hij gelooft in zichzelf, dat hij weet wat hij kan bereiken, want ik kan me nog heel goed herinneren de eerste keer dat hij kwam. Na de eerste workshop. Hij had eigenlijk afgesproken met vrienden om samen muziek te maken, maar die vrienden kwamen niet opdagen. En ik merkte dat hij heel erg onzeker was. Nu was hij alleen, kon hij zich niet verschuilen achter de vele grapjes die hij graag maakt. Nu moest hij het alleen doen. Maar eigenlijk was het een hele belangrijke stap voor hem, omdat die drempel waar hij nu overheen moest stappen, ontzettend. Enerzijds heel moeilijk voor hem was, maar wel belangrijk, want in één keer zag hij, er was een moment dat hij één keer merkte dat hij inderdaad een bepaald ritme kon aanhouden, een bepaalde beat kon aanslaan. En het overtuigde hem zelf dat hij wel zeker kon drummen. En ik denk dat dit een eerste stap is om te zien dat bij volgende uitdagingen, het hoeft niet met muziekles te zijn, dat kan op school zijn, dat kan thuis zijn, kan hem dat laten geloven dat hij ook die uitdagingen aan kan.